Geert Wilders heeft deze week Tweede Kamervoorzitter Anoushka van Miltenburg officieel gevraagd of hij in het Kamergebouw een tentoonstelling mag organiseren met cartoons van de profeet Mohammed. Volgens de PVV-leider is het de enige manier om moslimterroristen duidelijk te maken dat zij nooit zullen winnen. Maar daarover is niet iedereen het eens. Wat we hiermee willen laten zien is niet een potje provoceren, maar is laten zien dat de vrijheid van meningsuiting altijd wint van geweld. Het lijkt mij onverstandig, want het zijn hele polariserende cartoons. Vorige keer werden in Amerika die dingen tentoongesteld en toen werd er gepietje patje poef buiten. Bent u daar niet bang voor hier? Nou, dat er wat veiligheidsconsequenties aan zitten, dat is duidelijk. Ik vind dat we daar niet voor moeten terugschrikken. Ik vind sowieso dat de Tweede Kamer vooral een vergaderzaal moet zijn en geen tentoonstellingsruimte. Dus ik heb er niet zoveel mee om hier allerlei cartoons op te gaan hangen. Dit is niet zomaar een gebouw of een zaaltje. Dit is de tempel van de Nederlandse democratie. En als we nou ergens moeten laten zien dat de vrijheid van meningsuiting voor ons heilig is en totaal ononderhandelbaar, dan is dat hier. Dus als de vrijheid van meningsuiting gevaar loopt, dan moeten we hier een stap naar voren doen om juist alles te laten zien waar mensen buiten boos over zijn. Eigenlijk zouden ze in de hele wereld tentoongespreid moeten worden. Want dan geef je het signaal aan de terroristen. Wat je ook doet, het helpt niet. Want we gaan nog alleen maar meer gebruik maken van onze vrijheid van meningsuiting. We leven nog in het Vrije Westen. Ja. En daar mag je tekenen wat je wil. Ja, nou ja, goed, het zal ongetwijfeld in het presidium terugkomen. Ja, ik bedoel, als wij in de Tweede Kamer daar niet voor staan, dan kunnen we de boel toch net zo goed opheffen. Ja, maar alles wat je wil zeggen, daarvan is de vraag of je dat ook moet zeggen. De christelijke partij zegt, ja, vrije meningsuiting is één ding, maar je hoeft niet alles te zeggen. Je hoeft zeker niet alles te zeggen, maar je mag het wel. Jury, jij bent de beschermheer van de Zwaardelandse journalistiek, hè? Jij vindt dat dit moet in de Tweede Kamer? Nee, dat vind ik niet speciaal. Nee, ik vind wel dat die dingen tentoongesteld moeten kunnen worden en vooral afgedrukt moeten worden op voorpagina's van kranten. Dat is natuurlijk echt stuitend als je ziet na zo'n aanslag op Charlie Hebdo dat de meeste kranten niet eens de print durven af te drukken waar het over gaat. Terwijl het nieuws is, terwijl het relevant is, terwijl hè, dat is echt krank. Ik heb zelfs tv-uitzendingen onderbroken zien worden. Ja, dat vind ik heel gek. Ik zou niet meteen zeggen, kijk, de Tweede Kamer is geen museum, is geen debattempel zoals de Bali, is geen... Sinds wanneer is dat opeens een tentoonstellingsruimte? Maar ja, de PVV-kiezer die zal misschien wel denken, laat ze dat hele zaakje maar opblazen, daar zijn we overal vanaf. Opblazen die hele Tweede Kamer? Ja, dat is de hidden agenda van Wolders. Ja. Hey, maar jongen, het is toch op zich, het is toch wat Martin Bosma daar zegt, dat is toch een hele mooie gedachte. Van, ja, wij moeten een stap naar voren zetten, wij moeten laten zien dat... Dit zijn Nederland, de helden van Thierry, hè, die we hier aan het Het parlement, kijk, als Wilders dat vanaf het spreekgestoelte wil zeggen en aankaarten en bespreken maken en haar bed over maken. Natuurlijk, daar is het parlement voor. Maar sinds wanneer is het parlement een verzameling striptekenaars? De VVD heeft volgens mij een jaar of... Was ook erg. Ja, de vrijdenkersruimte. Ik vond dat toen heel leuk, met die Gregorius Nekschot. Maar dat was ook gelijk weer over. Je gaat dan ook... Was ook een beetje symbool, dat is ook nu weg, hè? Ja, maar dat is, ja, me, toch, dat wel, is ja. me toch een kansarme actie geweest, die ze ook heel snel hun keuteltje weer introkken. Wat was er kansarm aan dan? Omdat het in het parlement gaat het over, daar moet alles bespreekbaar zijn, maar het is geen tentoonstellingsruimte. Ik bedoel, ga met z'n allen naar het Rijksmuseum of naar de Bali. Maar, Heel vaak tentoonstellingen in de Tweede Kamer. Echt in nieuwsoort, dat is iets anders. Jongens, we gaan even naar een grote meneer die, die heeft moeten vertrekken deze week. Sjoerd Paradijs. En daar zijn we denk ik ook allemaal ontzet door, hè, hoe dat allemaal is gegaan. Dominique, jij kent hem. Jij hebt niet voor hem gewerkt. Nou, ik heb wel met hem gewerkt. Maar ik heb niet voor hem gewerkt toen hij hoofdredacteur werd. Sjoerd en ik hebben, wij liggen elkaar niet echt. Tenminste, dat heeft te maken met de akkefietjes uit het verleden, waardoor hij... Overigens, wat we op de achtergrond zien, het zijn twee dezelfde, hè? Ja, dit zijn twee dezelfde. Sjoerd is zeg maar jou afgevallen. Dus jij weegt 85 kilo, dat is hij ongeveer kwijt. Ah. Dus eigenlijk zat jij in hem. Ik zat in zijn buik. Ja. Vandaar. Maar, was zwanger van mij. Maar Jules had wat akkefietjes gehad en daardoor had hij nogal eens de neiging om poont aan te pakken. Dat kwam dan tot uiting tot we hadden een eindfeestje van het poonnieuws. Daar waren wat meisjes aanwezig.
Nou, dat werd... wat is daar raar aan? Nou ja, dat werd breed uitgemeten op de voorpagina van de Telegraaf. Seksrel bij Poont. We hebben daar erg om gelachen. Hij zet daar dan ook onmiddellijk zijn twee beste verslaggevers op. John en John van de Heuvel. John van de Heuvel op een seksrel bij Poont. Maar dat, jij zegt dat heeft te maken met een oude feiten tussen jou en Jules Paradijs. Maar even los daarvan. Jules is gewoon een absolute hele goede vent. Jules is iemand die stond voor zijn redactie. Ja, laat eens die krant zien, want je hebt die krant daarbij. En daar heeft de redactie heeft er een hele speciale voorpagina. Ja, Jules, nou, dat vind ik een beetje ridicule, die voorpagina. Maar, nou, ik vind dat top. Nou, ja, jij vindt dat top. Ik vraag me af of Jules dat had gewild. Die stond er altijd voor zijn lezers. Nou, dus Jules is ijdel genoeg dat hij dit wel mocht. Maar bij Jules moet wel worden aangetekend dat Jules was wel een hoofdredacteur van het oude stempel. Jules was krant. Die ademde krant. Als je die overzichtspagina's ook ziet van... ze hadden dan een spread gemaakt, twee pagina's, zeg maar. En daar is een aantal foto's, Jules met een fiets met een krant. En nog Jules met een krant met Mark Rutte. Wat hem wel kan worden verweten, is dat hij natuurlijk geen vernieuwende dingen heeft doorgevoerd bij die Telegraaf. Hij is blijven hangen bij papier. Maar wacht even. Nou ja, geen vernieuwde dingen. Hè. Volgens mij heeft hij jou miljonair gemaakt. Nou, dat was Jules niet. Nee. Oh. Maar kijk, geen stijl gekocht. De klacht hoor je nu van de redactie van met internet valt geen geld te verdienen. Nou ja, volgens mij heb ik inderdaad bewezen dat er met internet wel degelijk geld valt. Waarom hebben we het hier überhaupt over? Nou, omdat Jules... Is dit een onderwerp? Ja, waar het mij om gaat is dat ik het wel een hele kwalijke zaak vind wat er nu aan het gebeuren. Wat jij het, Jury? Ja, maar ik snap er ook geen bal van. Ik bedoel, kennelijk hebben ze de krant die dag niet bezorgd bij de abonnees. Alleen allemaal in de voortuin van Jules Paradijs gedumpt. Jules, deze krant is voor jou. Oh, hoppa. Is in de voortuin van Paradijs terechtgekomen. Maar het is wat, toch... Wat krijgen? Huilie noemen jullie dat. Ja, maar wacht nou dat even. Dat is dit. Jules, wil je dan een land... waarbij dat dit niet meer... Ik vind het is toch te gek dat ja, dit maar daar gaat het, gebeurt. We kunnen daar lachen, maar ik wil dat even maken. Dat een hoofdredacteur ontslagen wordt... die een historische duikeling van het aantal abonnees... onder zijn bewind heeft meegemaakt. En dan zo'n voorpagina. Maar waar het hier om gaat, wat ik heel belangrijk vind... Die wordt toch ontslagen dan? Wat je ervan vindt, wat je van de Telegraaf vindt... iedereen heeft daar een mening over en dat is ook goed. Maar die krant is wel een instituut. En je ziet ook dat collega's dat nu aan het opnemen zijn. Want wat er aan het gebeuren is... is dat het redactiestatuut straks helemaal niks meer waard is. En dat is heel kwalijk voor de pluriformiteit. En tuurlijk, er moet wat gebeuren. Ze moeten vernieuwen. Maar wat er nu aan het gebeuren is... Wat is het redactiestatuut dan, dat niks meer raakt? Redactiestatuut is een statuut waarin de redactie... waarin staat beschreven dat de redactie onafhankelijk van commissie... Zijn taak kan uitoefenen. En daar is hij wel voor gaan staan. Dat ben ik heel met je eens. Maar de manier... Dat is gewoon voor gaan staan. En overigens, het is een prima vent. En hij heeft dat als Haagse redacteur uitstekend gedaan. Enzovoort. Ja. Daar gaat het niet over. Het gaat erom dat je hebt een eigenaar, een uitgever. Die hebben een krant. En die halveert ongeveer in oplagen. En het enige middel wat ze dan hebben, is het ontslaan van de hoofd. Maar dat kan je niet alleen Jules aanrekenen. Want kijk, tuurlijk, Jules heeft werk van krant. Maar als je kijkt, concernbreed, heeft de Telegraaf in vergelijking... bijvoorbeeld met TMG hebben we het dan even over. In vergelijking met de Duitse collega's van Axel Springer. Die halen inmiddels 40% uit de online omzet. De Telegraaf 13%. Dat mag het concern zichzelf aanrekenen. Absoluut. Als jij Hives koopt... En het vervolgens kapot laat gaan. Ja, ze hebben is, totaal... Nee, maar dat is geen argumentatie. Natuurlijk zijn er meer dingen die de TMG beter kan doen. Maar je kan niet beweren dat een krant die halveert in oplagen min of meer... dat je daar niet de hoofdredacteur kan verwisselen. En dat dan die hele redactie huilie gaat doen, om het nog maar eens even te halen. Dat is natuurlijk echt heel gek. Want als er ergens anders in de economie 20.000 mensen uitgaan... dan roept de redactie van de Telegraaf... marktwerking, haha, enzovoort, enzovoort. En nu drukken ze zelfs het hoofdredactioneel commentaar van de Volkskrant af. Emotie. Als het over hun eigen arbeidsplaats gaat. En ik hou van emotie, ik vind dat mooi.